we zijn nu bij Yugi. En, hallo. Dit gaat hij allemaal meenemen vanmorgen. Schep net de hele doos met allemaal spullen. Hebben jullie al gezien? Check even de introductievideo. Waar we alles laten zien. Hier. Dit is dus een reel. Mijn reeltje. Neem ik morgen zeker mee. Ja, ik neem morgen ook dit mee. Mijn snoekhengeltje. Mooi sterk snoekhengeltje. Ja, kan je ook mijn snoekbaars hoor. Ja man, hier kan ook wel een flinke snoekbaars aan. Wat voor lijn is dat? Dit is 2500ste nylon, maar dit is echt niet normaal sterk. Dit breekt niet. Nee. Echt niet. En ik neem, ook mijn jerkbait hengel mee. Ik kan wel even kijken of ik hem eruit kan halen. Ja, we gaan dit. Dit neem ik onder andere mee zo. Ja. We gaan ook dikke visjes meepakken. Kijk, het is allemaal van zijn jerkbaits. Hier komt 150 gram werkgewicht aan. Kijk dan. Hier ook dit. In het licht kan je het ook zien glinsteren. Ik weet niet of je dat op de camera goed kan zien. Ja. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. Yo mensen, what up? Welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Ruben en vandaag gaan we iets heel leuks doen. Vandaag is de allereerste video van Visteam Almere op reis. Ik pak eventjes het kaartje erbij, een momentje. Dit is het briefje. We gaan eerst langs de snoepbaars. Dan kunnen we ook die hermspot laten zien. Daarna gaan we naar het ei. Daarna gaan we naar de hondenvenen. Daarna gaan we naar de pompskoepersluis. En misschien gaan we dan nog ook naar de volkeroksluizen. Het is even meer polder. En op het ei gaan we nog snoepbaarsen. Jeroen komt zo aan, mijn opa ook. Dan gaan we gewoon lekker vandaag een keer lang vissen. We kunnen 7,5 uur lang vissen. De tijd gaan we ook goed gebruiken. Deze afleveringen worden in een paar stukken verdeeld. Dit is het allereerste stuk. Ik denk dat bij de pomskoekersluis of zo, dat we alweer het tweede stuk hebben. Of bij het ei al. Dus ja, vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En ja, alright. Nou mensen, we zijn dus nu in de auto. Dit is mijn opa. Ja, hallo kijkers, daar zijn we weer hè. Na een poosje. Dit is Yugi. Hallo. En ik heb er super veel zin in. De hele achterbak zit vol. Ik zit ook een beetje helemaal krap. Maar ja, we gaan eerst eens naar de snoekbaars en het wordt echt kicken. Ja, dus we gaan nog even wat dingetjes kopen. Ik koop nog even onderlijntjes. Ja, ik ook. En wat chatjes. Ja, ik koop ook nog wat chatjes en een kikkertje en zo. Dat wordt awesome. We zijn nu in de snoekbaars en we zitten even dus wat naar wat dingetjes te kijken. Het is een hele goede winkel. Kijk, er zijn ook wat dobbertjes. En je moet hier ook komen, snoepbaars. Het is gewoon helemaal te gek. Kijk, hier zijn er wat goede stalen onderlijntjes. Kijk. Ik denk, hoe lang? 25. 30 centimeter. Oké, man, 5 euro. Ja, deze neem je man. Deze. Kijk, 30 centimeter lang. Deze is alvast in de pocket, 5 euro. Dus zijn we bij de setjes gekomen, bij de plugjes. Hey, deze heb ik. Kijk dan mensen hoe mooi dit is. Opa staat ook mooi naar te kijken, hè? Ja, het is interessant hier zo. Ja, ik denk dat ik een van deze. Voor vissen. Ja, ik weet niet of ik een van deze kikkertjes ga nemen. Dat is wel duur. Maar het is echt top kwaliteit. Het zijn wel mooie plugjes.
Welke soort koetjes is dit dan? Is deze dan niet wat beter, omdat deze iets dikker is? Dus echt deze. Ja, bedankt. Ja, jij hebt een leuk kopje erin? Ja. Kijk dan. Zo. Het is ongeveer dit te groot voor snoepwaars. Nee, dat kan wel, maar dit formaatje is beter. Die neem ik ook, mensen. Kijk. En deze. Ja, die neem ik. Ja, ja, het was even rijden, maar we zijn er. Ja, we gaan En de jongens hebben er zin in. Ja, we gaan vissen. Dus dat is echt heel leuk, toch jullie? Ja. Toch opa? Ja, ja, hartstikke leuk. Nou mensen, we staan nu hier in een polder. En onze hengeltje is al klaar. En waar wil jij eigenlijk naartoe, Juri? Oh ja, daar is een mooi stukje. Daar gaan we naartoe. We zouden wel op snoep moeten zitten. Maar mensen, niks gevangen. Nu gaan we eventjes naar een ander stekkie daar. Bij de brug. Daar mag je niet vissen, maar ja. Daar is toch nog een bord. We gaan hierin. Nou mensen, slecht nieuws. We hebben echt hier helemaal niks gevangen. We zijn nog bij de Pons Koekersluis hier. Hier zou wel een goede stek moeten zijn, maar echt. We hebben hier een uur gevist, niks gevangen. Dus dat is heel erg jammer. Maar ja, op naar het einde. We'll be right back.